Ze zullen wel iemand met het profiel Orbán weer naar die Europese vergadertafel zien komen. En ik denk dat de algemene stemming wel is dat één Orbán meer dan genoeg is voor een Europese Unie. Plus dat ik ook denk dat premier Wilders buiten Orbán weinig vrienden zal gaan hebben. En dat hij heel veel tijd kwijt zal zijn in het begin om relaties te herstellen. Want hij wordt hier ook nog steeds gezien als degene die in Nederland een Polen-meldpunt startte. Daar zijn de Poolse collega's nog steeds boos over. Toen in Bergamo de lijkenwagens door de stad reden, stond hij in zijn eentje in Den Haag te protesteren met een bordje geen cent naar Italië. In de coronaperiode. In de coronaperiode, dat zijn ze daar niet vergeten. Toen hij in de migratiecrisis een foto tweette van Angela Merkel met bloed aan de handen, dat zijn ze in Duitsland nog niet vergeten. En dat heeft hij allemaal gedaan als oppositiepoliticus. Maar hij zal straks, mocht hij premier worden, zal hij de eerste keren dat hij naar Brussel komt een hele hoop uit te leggen hebben, voordat hij zomaar voor een gesprek uitgenodigd wordt.